Paarden komen weer in de voor de tribune met aan de leidingen sterk in handen voor Nicky Laudace, paard nummer 4 met Tom Kooijman. Daarachter zien we Ruud Pols met nummer 3 Next Wish. Twee paarden die dus weinig voor elkaar onder doen en hier vandaag misschien ook wel straks om de wind gaan strijden hier op Emmeloord. Derde klant makkelijk aan, dat is paard nummer 2 Maestro DF. Daarachter zien we een kleine lengte laten vallen, de 6 Navarro Meadow. Vijfde ligt op het moment John Dekker met zijn First Sycamore voor Malou Swageman en Annabelle Brown. Dat zijn de paarden die hier de prijzen gaan verdeelden in de harddraverij en renvereniging Drachtenprijs. Met nog altijd sterke handen die 4, Nicky Laudace, de zoon van Timoco uit de topmerrie Deciboco. Heeft op het moment nog alle touwtjes in handen. Maar de tweede ligt op dit moment nog steeds in de wachtkamer. De paard nummer 3, Next Wish met Ruud Pols. Mocht u een van die twee paarden hebben gespeeld, dan kan het nog wel eens een heel spannend eind worden. En dat geldt nu ook voor de favoriet Navarone Meadow. Die trekt ook op de rug mee van Maestro DF. Next Wish gaat op dit moment ook naar het tweede spoor en zo waait het veld aan de overkant al uiteen met nog steeds Nicky Laudace aan de leiding. Nicky Laudace heeft makkelijk de leiding voor Next Wish, Maestro DF. Op dit moment gaat de favoriete Navarone Meadow weer binnendoor met Micha Brouwer en paarden zijn straks in de allerlaatste bocht. Laatste bocht en Nicky Laudace heeft nog steeds de controle. Tom Kooijman houdt zijn paard goed vast om hem straks in die laatste rechterlijn weer te laten gaan. Maar Next Wish die is op dit moment ook van de reling af. Nicky Laudace en Next Wish met Maestro DF in het derde spoor en nog steeds binnendoor Navarone Meadow. Dat zijn de 4 paarden die het uit gaan maken. Ook Malou Swageman lijkt nog een eindsprint in handen te hebben. Maar het is Nicky Laudace, Next Wish. De 2 kreepaspaarden die strijden om de overwinning. Maar Nicky Laudace gaat op het moment nog sterker. De 4, die gaat het winnen. De tip van Draveren, die wint het. Nicky Laudace voor de 3, Next Wish. En derde aan de binnenkant, de nummer 6, Navarone Meadow met Micha Brouwer. Dus 4, 3, 6. En dat is allemaal nog voorlopig. De winnaar is op dit moment officieel paard nummer 4, Nicky Laudace met Tom Kooijman. Op dit moment is de wethouder van Emmeloord hier aanwezig om de bloemen te overhandigen. En dat doet hij aan eigenaar Peter Delis van Stal PD. Maar we gaan natuurlijk ook nog een mooi plaatje maken samen met de wethouder. Met een fantastische winnaar, de 4, Nicky Laudace en Tom Kooijman. Fotografen die doen hun werk. En leren... Ja Tom, voor een goed paard is het belangrijk dat ze ook leren om huldigingen te doen. Ja, nou ja, we zijn op het gras, het is allemaal vreemd. Maar ik heb het keurig gedaan, ik was goed weg en ik kon mooi de kop nemen, deze bocht en daar was het goed beslist. Absoluut, ja, je was echt heel snel weg hè, vanuit die tweede rij. Ja, ik zat achter die andere van Bas en die beginnen allemaal hard, dus dan kan je zo weg. Dat is heerlijk rijden denk ik. Top. Zullen we Tom maar lekker voorrijden. We gaan de herenronde maken met Nicky Laudace en Tom Kooijman. Een driejarig paard dat hij vandaag heel sterk won. Het is een driejarige bruinruim van Timoco uit Deciboco. Gefokt door Nettle Racing, waarachter de familie Kreebas schuil gaat. Eigenaar is Stal PD, trainer Bas Kreebas en winnende rijder Tom Kooijman. Die op dit moment ook nog een boeket rozen meekrijgt. En dames en heren, geef hem een applaus. Nicky Laudace en Tom Kooijman.